Nou ja, achter schermen zijn we natuurlijk al wel bezig. In principe sluiten we vandaag het af en zal ik morgenavond er zijn om de bekerwedstrijd Jong Vitesse en Jong Feyenoord te zien. En dan begin ik vanaf dinsdag wat te werken op de achtergrond. Ja, gaat u geen vakantie meer nemen? Nee, dat kan niet. Kijk, we moeten een nieuw elftal maken. En dat betekent dat je spelers moet halen, de organisatie moet klaar kan zijn. Nou, dat betekent dat we op allerlei gebieden, hè, in de hele club, moet ik de mensen leren kennen. Omdat je niet alleen technisch doet, maar ook algemeen. Dus de cijfers en alles, dan heb je tijd hard genoeg nodig. En de eerste aankoop is al binnen. Jamie Brunier, bent u ook daarbij betrokken geweest? Ja, ik heb alle gesprekken gedaan met Jamie, met de nieuwe trainer. Dat hebben we gezamenlijk gedaan. Uiteraard alles teruggekoppeld en in goed samenhang met Sparta, hè, met Peter Bondhuis en Manfred Laros. Zodat we dat heel duidelijk onze ideeën daar neer hebben kunnen leggen. En waarom hebben jullie hem gehaald? Nou ja, kijk, ik denk dat het op de eerste plaats is dat het een zeer talentvolle jongen is. Vol met ambitie. En een speler die eigenlijk past bij de nieuwe weg die we in willen slaan. En dat is met passie. Jongens die weer met heel veel plezier en met heel veel arbeid willen leveren op het voetbalveld. Om uiteindelijk de supporters van Sparta weer hoop te geven. En dat ze zich weer kunnen herkennen in de ploeg op het veld. Nou ja, daar zijn we nu mee bezig.